Ik stond in de speelgoedwinkel te wachten in de rij. Daar was een deftige mevrouw. Ze zei tegen mij: Jonge man, mag ik er even deur? En duwde me opzij. Ik werd boos. Mevrouw, u drinkt vuur. Dat is niet zoals het heurt. Ik was als eerste aan de beurt. De mevrouw schrok en kreeg een rode kleur. Toen zei ze zacht: Oeh! Sorry, her.